Mijn steun hebben de boeren 100%. Goedenavond. Er gold al een noodverordening en vandaag kregen de boeren een ultimatum tot 2 uur vanmiddag. Maar het ultimatum verliep en de boeren in Nijkerk gingen door met het blokkeren van het distributiecentrum van Boni. In Nijkerk is onze verslaggever Annemieke Schakelaar. Annemieke, het ultimatum is al uren verlopen. Hoe is de situatie daar nu? 10 minuten geleden stonden hier nog best wel heel veel boeren en veel tractoren en vooral heel veel kijkers ook. Maar je ziet het, dit is het distributiecentrum van de Boni. Daar stonden net nog behoorlijk wat tractoren. Die zijn inmiddels allemaal aan het vertrekken. En het was sowieso al een kleinere groep dan de groep die hier gisteren stond. Boeren hebben elkaar afgewisseld. Een groep die vanochtend nog in Nieuwegein bij een distributiecentrum stond, kwam rond 14:30 hier aan. Ze zeiden we blijven. Er staat nog één trakker ook met we blijven. En je ziet vooral dat er veel publiek op af is gekomen. Veel boeren zeggen ook, al deze mensen hier, dat zijn geen boeren, dat zijn sympathisanten. Mensen die ons steunen in de actie. En de sfeer is eigenlijk gewoon de hele tijd wel goed geweest. Annemieke, de gemeente zei vanmiddag, ja, als het nodig is, dan zetten we de ME in. Is daar wat van te zien geweest, van die ME? Nee, hier eigenlijk niet. Ik heb één ME-busje gezien, maar iets verderop hier in Nijkerk is de ME wel verzameld. Er zijn veel busjes bij elkaar, hebben ze echt achter de hand gehouden. De burgemeester is hier ook geweest. En de boeren zeiden ook tegen mij eigenlijk van, nou weet je, we gaan het niet op een veldslag aan laten komen. Als de ME hier komt, dan gaan we echt wel weg. En ik heb inmiddels, toen ik hier kwam, zag ik steeds meer politie deze kant op komen. Gewoon politie op de fiets, een busje. Daar is overleg mee geweest met de boeren en het lijkt erop dat ze toch voor gekozen hebben om vrijwillig te vertrekken hier. Goed, Annemieke Schakelaar in Nijkerk, dankjewel. Ja, en dat gemoedelijke vertrek dus daar in Nijkerk, dat is een streep door de rekening van de actievoerende boeren. Want sinds maandagochtend vroeg blokkeerden ze het distributiecentrum in Nijkerk al. En de bedoeling was eigenlijk het nog een tijd vol te houden. Proviant was er genoeg. Een bakje soep in de maag houdt nog langer vol tegen Den Haag, dacht ik toen aan. Tomatensoep heb ik gemaakt. Ik vind het ontzettend knap dat ze hier zo met z'n allen staan. Zeker nu zo in het hoogseizoen met een boerderij thuis. Medewerkers van de supermarktketen Boni willen niet reageren op de protesterende boeren. En die boeren die geven op hun beurt weer aan dat ze willen blijven en tot het uiterste willen gaan. Ja, we zijn hier blijven slapen. Gisteravond was hier een grootschalige actie en we willen wel graag volhouden met z'n allen. Dus. Voorlopig niet weg, vannacht weer hier logeren? Ja, wie weet hoe het gaat lopen, misschien wel. Als het nodig is, dan het is jammer dat het moet. Maar ja, als we niks doen, dan komt het ook niet goed, denk ik. Dus je moet wat. Ik wil toch thuis graag het bedrijf overnemen en dan moeten ook wij stoppen. En dat gaat je wel in je hart als dat moet, ja. Nou, dat er waardering voor ons werk komt. En toekomstperspectief. En niet dat we gewoon klein gemaakt worden. Ze komen voor de eigen op, die mensen. De mensen die kunnen niks meer krijgen, zo zag je dan in de Boni's. Ja, zolang de burgers ons aan het eten blijven houden, dan houden we het nog wel een poosje vol. Dank je wel. Een bakje soep, alsjeblieft. Ja, en de blokkade bij het distributiecentrum van Boni is dus op dit moment opgeheven. En dat is goed nieuws voor de supermarkten. Want de 46 winkels die merkten namelijk een tekort aan producten. Zo waren ook in Putten de schappen vandaag een stuk leger. Het waren inderdaad lege plekken, maar ik heb kunnen vinden wat ik nodig had. Dus ik ben niet voor niks. In de Boni-supermarkten is de blokkade goed te zien. In de supermarkt waar ik ben wezen kijken zie je soms dat bij de groenten heel veel schappen leeg zijn. In andere winkels is het juist weer het vlees of het toiletpapier dat op is. Ik denk wel dat het gauw slechter wordt hoor. Want je ziet heel weinig rijden, dus dan heb je heel weinig kans dat het aangevuld wordt. De vele bedrijfsleiders die ik gesproken heb balen wel van de situatie en zeggen hiermee wordt de Boni, een kleine regionale supermarktketen met maar 1 distributiecentrum in Nijkerk, extra hard getroffen omdat de boeren in Nijkerk staan en andere grote supermarktketens vanuit verschillende centra hun winkels kunnen bevoorraden. De klanten reageren over het algemeen redelijk begripvol. Hun leven wordt aangetast en het zit diep. Hè? Je bent boer niet bij keuze, eigenlijk vaak door opvolging. Dus het zit diep. Dat maakt het moeilijk. Ja, ik vind het een goede zaak. Mijn steun hebben de boeren 100%. En dan geeft het niet als u even misgrijpt in het schap? Nee, pak wel wat anders. Ja, er is genoeg. En anders ga ik wel naar een andere winkel. Dus nou, dat komt vast wel goed, denk ik. En vindt u dan zo'n actie als blokkeren van die distributiecentra, waardoor de schappen wat leeg worden, vindt u dat acceptabel? Nou, eigenlijk niet. Want daar zijn wij de dupe van. Ik heb wel begrip voor, maar niet op de manier zoals het de afgelopen week gegaan is.